taart op alle vestigingen van Arriva vandaag. Dit vanwege de mooie rapportcijfers voor het openbaar vervoer in het noorden. Reizigers waarderen de ritjes met een ruime 7,5. Het hoogste cijfer sinds het begin van de metingen in 2001. En hoger dan het landelijk gemiddelde. Er is onder meer gekeken naar punctualiteit, sociale veiligheid, klantvriendelijkheid en het aantal zitplaatsen. Jan van Zelm van het OV-bureau Groningen-Drenthe is tevreden. We zijn bezig met voldoende zitplaatscapaciteit, sociale veiligheid, comfort in de bus, al die dingen. En wat je ook ziet is dat dat soort dingen ook gewaardeerd worden door de reiziger. Dus de laatste tijd hebben we extra veel gedaan aan wat we dan noemen dynamische reisinformatie. Dus de panelen langs de haltes die je aangeven wanneer je volgende bus komt. En we zien ook dat mensen daar echt een hoog cijfer op hebben gegeven. En dan is het toch fijn dat je activiteiten ook beloond worden en gezien worden door reizigers. Er is veel geïnvesteerd in sociale veiligheid. We zijn met OV-stewards overal goed bezig. We hebben chauffeurs opgeleid om op een goede manier met sociale veiligheid om te kunnen gaan. Dus al met al is sociale veiligheid iets wat men goed aan het waarderen is. En dat is ook verschrikkelijk belangrijk, want het is altijd toch wel een thema. Maar het kan altijd nog beter. We halen overal dikke voldoendes. En tegelijkertijd zie je dat mensen altijd op tariefgebied denken van we hadden liever iets minder betaald. Dus daar krijg je dan een wat lager cijfer voor. En we zien ook wel dat op zitplaatsgebied het iets aan het dalen is geslagen. Wat ook te wijten is aan het feit dat steeds meer reizigers gebruik maken van de trein en de bus. Waardoor het aantal zitplaatsen ook afneemt. Dus daar moeten we weer aanvullende maatregelen nemen. En dat zie je meteen terug bij de reizigerswaarderingen. Die treinen 's morgens, dan moet je vanaf Appingedam naar Delfzijl moet je al staan. Nou, dat vind ik niet echt klantvriendelijk, zeg maar. Want je betaalt hetzelfde voor iemand die zit, zeg maar. Ook rijden de treinen soms helemaal niet. Vaak valt hij wel uit. Dan sta je op station en dan gaat hij ineens niet. Dus ik ben niet heel erg tevreden. Maar als hij gaat, gaat hij goed. En dat positieve beeld overheerst in de waarderingscijfers. Goeie trein. Wat vind je er zo goed aan? Nou, er zat wel genoeg plek in alles. En er wordt altijd goed gecontroleerd, vooral in deze trein. Vriendelijk personeel? Ja. Als ze bijvoorbeeld niet ingecheckt hebben en je zegt je hebt wel ingecheckt, gaat het eerst altijd kijken waar je hebt ingecheckt. Alleen maar lachende gezicht van reizigers. Hoe komt dat volgens u? Nou, door onze prestatie, denk ik. Hoe wij positief zijn tegenover reizigers, nou, dat keert weer terug. In de toekomst wil Van Zelm nog meer mensen in het openbaar vervoer krijgen. Bestaande reizigers zeer tevreden te houden daarmee, maar tegelijkertijd ook veel automobilisten langzamerhand toch te laten zien dat je met het openbaar vervoer ook gewoon mooie dingen kunt doen. Een mooi voorbeeld vind ik Wildlands. Gaat aanstaand weekend open. Als je vanuit Groningen met de bus naar Wildlands gaat, dan ben je daar binnen een uur. Heb je geen parkeertijd, heb je geen parkeerkosten, kost je een tientje heen en weer. Dus wij denken dat wij met de bus echt een mooier product hebben om daar te komen bij Wildlands dan met de auto. En daar hoop je dan dat mensen ook gebruik van gaan maken.